krijgen waar wij hebben willen, hebben we een communicatielijn nodig met hem. Hij moet even naar. Het is een seinlijn, we kunnen dat door middel van rukjes doen. Maar we kunnen dat ook met spraakcommunicatie doen. En zoals jullie al begrepen hebben, kan Niels nu gewoon alles meehoren. En Niels die kan dus ook met mij praten. Zeg eens even wat, Niels. Jullie horen, het is best wel duidelijk. En dit is eigenlijk onze veiligheid ook weer. Mochten we wat met Niels gaan doen, en hij mocht vastraken, door wat voor reden dan ook. En wij zouden een noodprocedure krijgen, dan houden we continu contact met de ruiter. Je hebt gewonnen! En dat is ook een stuk geruststelling onder water. Als je, je moet je voorstellen, echt niks ziet. Wouter ook? Je ziet eigenlijk geen hand voor ogen. Zijn we de radio? Goeiedag. Met de camera dit keer. Mag jij wat vragen stellen over het moment? Kan het al nu, Koen? Ja hoor. Boterkaas en eieren, onder water. Onder water en tegen de jeugd. En het idee is dus dat ik dan, ik ben nog een beetje jeugd, boterkaas en eieren spelen met een van de duikers daar binnen in de tank. Met een van de duikers in de tank en ik kan je vertellen, als je binnen zit, is het een stuk moeilijker. Is dat zo, ja? Is het een stuk moeilijker. Heeft het met de druk te maken? Je ziet minder, je moet je extra concentreren, want je moet ook ademen. Jij? Dat is nou jammer. Oh la la. Ja, staat hij. Ja, chip. Bijna. En nog een keer. Nog een keer. Ja, komt in. En achteruit. Ja, maar. Chip. En nog een keer. Nog een keer. Wel een keer. Wacht even. Oh, jammer.